Ik ben Anne-Gree Bethlem. Ik werk sinds 10 jaar bij Zorgbalans. Ik ben begonnen als wijkverpleegkundige. En na mijn opleiding tot verpleegkundig specialist heb ik eerst extramuraal gewerkt en daarna intramuraal. Momenteel werk ik als verpleegkundig specialist intramuraal. En begin ik mijn dag 's ochtends vaak met het doornemen van de bijzonderheden, de rapportages. Daarna doe ik een rondje op de afdelingen. Heb ik even overleg met de zorg, ga ik bij een aantal bewoners langs. En daarna heb ik vaak overleg in de vorm van een MDO of een familiegesprek of met het management. En als verpleegkundig specialist zit je ook vaak in een werkgroep of in een commissie. Extramuraal doe je over het algemeen veel geriatrische assessments bij mensen thuis. En die mensen hebben over het algemeen heel vaak cognitieve problemen. En daarnaast ben je een spil in de wijk naar alle mensen die daar werken, zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, de zorgteams. Wat mijn werk zo leuk maakt, is dat het heel veel afwisseling biedt. Ik ben onder andere bezig met somatische problemen, met onbegrepen gedrag, met proactieve zorgplanning. Ik ervaar bij Zorgbalans veel vrijheid in mijn werk en ik voel me ook gewaardeerd. Mijn dag is geslaagd als ik aan het eind van de dag naar huis fiets en denk ik heb samen met mijn collega's de dag een beetje mooier gemaakt voor alle bewoners.